Kijk, het is net de zandstrand hierboven. Je zou kunnen bedenken dat er hierna busjes komen hier ook niet beneden, denk ik, in de losse zand. Dus daar is het geen ideaal plekje voor, denk ik. Met een four-wheel drive? Ja, een four-wheel drive misschien. Met een kwadje. Dat zal er nog wel lukken. Het is hier best wel stijl naar boven. En de gewone camper komt in ieder geval niet beneden. En als je beneden komt, dan kom je niet meer boven. Dus dat gaan we niet proberen. Kijk, daar hebben wij ons eigen verstopt in dat hoekje. Lekker in de schaduw. Oh. Wat? Nee, ik heb een briefje. Nou weet ik wel. Ik heb niet heel het verhaal gelezen, maar de volgende. Als ik het goed vertaald heb, welke insecten vind je? Ja, er zitten hier nogal wat insecten. Dan kun je die QR-code scannen. Er hangt een briefje op de boom. En er staat schijnbaar op welke insecten er hier allemaal te vinden zijn. En daar kun je een QR-code voor inscannen. Kijk maar daarachter. Dat zal ook wel met die insecten te maken hebben, denk ik. Achter onze kampert. Zo'n berkenbomen. En daar hangen van die bakjes aan. Deze boom en die boom. Daar hangen van die bakjes aan met een plexiglas plaatje ertussen. Wat daar de bedoeling van is, weet ik niet precies. Nee, het lijkt in eerste instantie dat ze daar berkensap op Berkensap, maar ja, dat is het niet, want het is net zijn gewoon plexiglas plaatjes. Nou ja, maar dus, is ook dood, dus dat zal wel... Ja, misschien dat iemand in de comments kan zeggen wat dat betekent, wat dat is. Daar ben ik wel benieuwd naar. Kijk, en verder staan wij hier mooi vrij, hè. De zand hier. Ja, kijk, de zand. Zie je, hier in het gootje van mijn fietsendrager. En hier heel de camper. Helemaal grijs, helemaal grijs. Kijk hier. Hey, fijn hè, gravelpaadjes. Ja, dat zeg ik. Ik dacht even een handveger vatten. Ja, dat is ongelooflijk. Direct even mijn handveger aan de gang. Toch maar die fiets van het mooi. Hoe is hij ook allemaal grijs? Nou ja, wordt het de hoek niet zit. Kijk, en dit weggetje. Ja, dat loopt wel helemaal door. Van die kant zijn we afgekomen. En dat schijnt volgens de map wel helemaal door te lopen. Dus ja, het is best een mooie omgeving hier. Het is vooral stil. En daar zijn wij naar op zoek. En dan ben ik benieuwd hoe lang wij dit plaatje alleen hebben. Mooi strandje. In het buitenseizoen hebben we die plaatsjes wel alleen, maar het is nou echt druk, hè? Het is echt druk nou overal, ja. Gisteren stonden we ook op een prachtig plaatje, was al weliswaar een badplaats. Druk met zwemmers overdag. Nou, toen was alles weg. Kwamen we toch gauw even twee campers bij staan. Die van plan waren een feestje te bouwen, dus daar zijn we alweer vertrokken. Wij staan daarboven. Dat kun je net niet zien denk ik, achter de bomen. Niet. Het is hier wel een heel lange gravelpad ingereden om hier te kunnen komen. Kilometer op 8 denk ik. Ja, kilometer op 8 zeker over die gravelpad. Dus ja, ik ben echt benieuwd of wij alleen blijven vandaag. We zijn vandaag om 11 uur hier al neergestreken, 11 uur in de ochtend. Ja, morgen gaan we onze zoon bezoeken in Umen.
En de maandag hebben we pas een bezichtiging voor een huis. Dus we hebben wat tijd te doden. Dan ben ik er gewoon vandaag lekker op een mooi plaatje staan. Om even te genieten van de omgeving. Beste tijd ook gehad. Nu kijken waar Angela aan het vissen is. Angela heeft een vishengel ontworpen. Even kijken waar ze allemaal aan het vangen is. Nou, daar ligt de rest van het schedel. Of iets, ja? Ja, dat denk ik, dat kan het niet. Inderdaad, ja, dat is. Dat is ook zoiets, ja, denk ik. Nou, dat is een ander schedel, denk ik. Dus ja, drinkwater zal die niet zijn, denk ik. Nou, ja. Dood en verderf. En die hebben ze natuurlijk ook al uit het water gehaald. Twee schedels. Nou, daar ligt nog een derde schedel, denk ik. En nog een kaakstuk. Kan erin. Ja. En die hebben ze denk ik ook uitgehaald. Zo, ja, die hebben ze eruit gevist, ja. Nou, dat zorgt toch van te kijken dat er ook zoveel van die beesten aanspoelen, zeg maar, hè. We zijn toch al regelmatig getroffen dat we die schedels vinden. Dus ja, niet zomaar vanuit gaan dat je elk drinkwater hier wat er zuiver uitziet kunt drinken. Elk drinkwater? Elk meer watertje. Ja, dat zou ik niet doen. Hè? Nee, dat zou ik ook niet gauw doen. Ik vind het nou al... Maar dit is al niet stromend, hè? Ik vind het al eng om nou hierin gaan te zwemmen. Ja, god weet wat voor ziekte dat ze hebben gehad. Ja, hoe groot is dat meer? Ja, dat dan weer wel.